Stan, je eerste seizoen bij het Rabo Offroad Team zit er bijna op. Hoe is het je bevallen? Heel mooi. Ik heb als eerstejaarsbelofte in het veld toch wel een heel mooi seizoen kunnen rijden. Ik ben gelijk overgegaan zeg maar, vanuit de weg. En heb daarbij toch echt wel mooie resultaten als eerstejaar zeg maar, weggezet. Dus ik ben heel blij met mijn eerste seizoen. Wat zijn de resultaten waar je het meest trots op bent? Het EK was heel mooi, was ik derde. Het was ook eigenlijk al mooi dat ik gelijk bij de selectie van Nederland mocht. En daarna toen een weekend Kokzijde en Gieten, allebei twee keer tweede. Dus dat was wel een heel mooi seizoen. Richard Groenendaal is de ploegleider van Stan Godrie. Zijn eerste seizoen bij het Rabo Offroad Team zit er bijna op. Hoe heeft hij het gedaan? Heel goed, heel goed. Hij is eigenlijk carte blanche in de ploeg gekomen. Vorig jaar goed gereden bij de junioren. Podium NK, podium wereldbeker gereden. Eigenlijk criteria om bij ons in de ploeg binnen te kunnen komen. Ik heb hem in de zomer gevolgd op de weg. Heel goed wegseizoen gereden. Nederlands kampioen op de weg. Ja, en dan ga je de winter in. Dan komt hij bij ons in de ploeg zeg maar vanaf half september. En zijn eerste wedstrijd die hij rijdt, Superstige in Ruddevoorde, gelijk in achtste plek. Ja, toen was hij eigenlijk vertrokken. Toen werd hij geselecteerd voor de wereldbeker. Wedstrijden waarin hij het gewoon fantastisch goed heeft gedaan. Nou, als klap op de vuurpijl rijdt hij gelijk podium Europees kampioenschap. Als je het zo bekijkt is het heel snel gegaan voor jou, hè? Ja, inderdaad. Maar dat vind ik ook wel mooi dat het gelijk allemaal goed en snel gaat. Dus daar ben ik wel blij mee. En het mooie van het Rabo Offroad Team is dat je niet alleen in het veld kunt rijden, maar je gaat ook op de weg rijden. Hè? Dat vind je volgens mij ook heel leuk. Ja, na dit veldritseizoen ga ik even rusten en daarna ga ik ook zeker kijken hoe dat het op de weg gaat tussen de beloften. En dat vind ik ook nog steeds een mogelijkheid en leuk om te doen. Waar zie je jezelf nou volgend jaar of over twee jaar staan? Ik hoop nog gewoon te verbeteren. En wat dat nou precies is, dat maakt mij niet uit. Maar ik hoop nog steeds beter te worden en daar denk ik dat ik goed voor zit.